Vanavond zijn ze, morgen overdag zijn ze ook te zien in de Veronica Muziekdag Level 42 was dat met hun laatste plaatje. Dat nummer dat heette Lessons in Love. Let goed op. Kees Schilperoor zit weer klaar voor ja, de stemband. Met 400 gulden in kas. Als maar als u het wint, hoeft u zich geen zorgen te maken, want Edu is hier persoonlijk aanwezig. Dus. Die komt het wel even brengen. Die rijdt u even klem. Ja hoor. De insteker van de week voor Edu van Hasselt. Ja. Edu. Edu. Ga vast in je auto zitten. Want misschien komt de volgende kandidaat er beter uit dan de vorige. De stem op de band is niet van Annette van Tricht, niet van Noortje van Oostveen en niet van Maria de Rijk. Van wie die wel is. Hier komt die stem weer. De taalbehandeling kan hierbij zo ingrijpend zijn dat de woorden hun geëikte betekenis verliezen en onteigend worden ten behoeve van een compositorische collectiviteit. Ik vind het steeds moeilijker worden. Ik ook. En deze stem brengt nu 400 gulden op. En Edu staat klaar om u te begeleiden bij de opvang van dit geld. Het is toch komkommertijd in de platenindustrie? Dus ja, nee, we hebben het in de cassette. Goedemorgen, met Lize van den Berg. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik moest even kijken met... Lize van den Berg. Lize van den Berg. Oh, Lize. Ja, ik zag die L en die I wel staan, maar dat S, die S kon ik niet zo goed uitbrengen. Lize van den Berg uit De Lier. Ja. Ja. Waar ligt het ook alweer precies? In het Westland. Wij? In het Westland. Aha, daar heb ik vroeger nog wel eens gesnabbeld. Oh. Ja, en die betaalde goed uit die mensen, ja, dat weet ik nog wel. Lex Harding heeft er ook wel eens gesnabbeld, die komt er ook wel eens. En Lex... Hans Mond komt er vandaan. En de afloop kregen wij altijd een halve kip. Oh. Nou. En Erik de Zwart, die komt wel eens in theater. Ja, die kreeg niks na afloop. Nee. Komt Erik daar wel eens? Ja, Erik is er wel eens geweest, ja. Laten jullie hem de grens over dan? Nou, het is toch een lieve jongen. Oh, ik kan het nooit vinden, Kees, daar. Ik kan het nooit vinden. Het lijkt allemaal op elkaar daar, met al die glazen huisjes. Ja. Klopt. Erik heeft daar wel moeite mee, hoor. Ja? Maar jullie ontvangen hem leuk. Ja, zeker. Als hij het gered heeft dat hij daar komt, dan ontvangen jullie hem ook met open armen zeker en rode tomaten. Ja, zeker. Oh, nee, hoor. Jawel. Nee, ik bedoel, die gooi je niet naar hem, dan geef je hem zo'n kistje mee naar huis. Oh ja, maar zo royaal zijn we nou ook weer niet hoor, denk ik. Nou, een kistje, maar ik bedoel een mandje of een... Ja, zo. Ja. Een pondje. Een zakje. Een zakje. Ja, maar vind ik een beetje vervelend geven, een zakje tomaten. Nou, tot zover het Land in Tuinbouw nieuws. Meneer De Zwart, hartelijk dank voor uw medewerking in ons programma. Ja. Mogen wij u een zakje tomaten aanbieden namens het bestuur? Nou, dat vind ik ook, voor een zakje ga ik er niet naartoe. Goed. Maar ik wil u even feliciteren nog met uw dochter. Ja, dank u wel. Die is 40 jaar geworden. Hoef je niet te vragen hoe oud ik ben. Ja. Nou. En hier naast mij zit er een van 36. Ja. Ja, ik hoor u denken, wat verschrikkelijk voor die man. Met bejaarde kinderen. Ja. Maar dat geeft niet hoor, wij gaan even goed vrolijk door. En u hebt de stem gehoord, hè? Ja. Hebt u enig idee? Nou, de allereerste keer dat ik het hoorde, wist ik gelijk dat het uit het programma was, maar ik denk niet dat ik de naam weet. Maar nou? Ik gok maar. Ja, nee, maar u mag die stem nog een keer horen. Ja. Zullen we dat doen? Ja, en u weet wat ik aangegeven heb, NCRV, middagprogramma, globaal. Een nachtprogramma, globaal, kom er ook al in voor. Nou ja, dat kan het niet meer missen. 400 gulden. Ja. Lize. We laten die stem weer een keer horen. De taalbehandeling kan hierbij zo ingrijpend zijn dat de woorden hun geëikte betekenis verliezen en onteigend worden ten behoeve van een compositorische collectiviteit. Begrijp je het wel, Lize? Nee, dat snap ik helemaal niet. Nou, ik ook niet hoor, nee. En wij geen van allen. Mooi voor gestudeerd hebben, denk ik. Nee hoor, want dan begrijp je het ook niet. Maar, kun je nog met iemand in verbinding stellen? Nou, nee, mijn dochter is thuis. Die weet helemaal niet wat voor programma dat is. Nee. 16, die zit ook mee te luisteren. Ja. Maar ik gok het maar, want het is een beetje moeilijk. Ja, het is moeilijk. Ja. Maar de aanwijzingen die ik gegeven heb, die logen er niet om, nee, hoor. Nee, dat is zeker, maar de stem herken ik goed, hoor. Ja, hoor. Maar alleen is het of ik de naam goed heb. Zeg maar. Nou, zal ik het proberen? Daar zitten we op te wachten. Ja, ik dacht van Kirsten Kleinsma. Hey! Ja! Oh, goed! Zeg tegen je dochter dat je 400 gulden hebt. Oh, hartstikke leuk. Ja, leuk, hè? Ja. Hartstikke leuk. Ik heb daar een muziekje voor, Kees. Oh, Erik heeft een muziekje. Niet te geloven, zeg.
Nee. Oh, wat leuk. Bingo, hoor. Goh. Was dat je muziekje? Ja, dat was het muziekje. Ja. Ik weet niet, er staat niet meer op. Nou, dit voor 400 gulden, nou. Nou, hartstikke. Ja, ik heb er nog wel één. Wacht even. Zo, heb je nog een muziekje? Ja, ik heb voor 400 gulden. Wat een mooie stem heeft u. Ik heb niet aan zingen, hoor. Lisa, wat een mooie stem heb je. Oh, dank u. Nou, u bent wel de eerste die het zegt, hoor. Ja, ik zal ook wel de laatste zijn, denk ik. Maar dat is niet erg. Maar 400 gulden. Lisa. Ja. En dat is, oh, ik vind dat zelfs zo'n vervelende vraag. Ja. En ik ben zo nieuwsgierig. Ik zeg altijd, ga je er nou mee doen? Nou, moet u horen. En dinsdag is mijn man jarig. Dinsdag? Ja, en die willen we dus een nieuwe fiets geven. Dus dat komt natuurlijk prima uit. Voor 400 gulden? Nou, nee, we hebben natuurlijk wel. Hè. Oh, je hebt al iets gespaard. Ik wil zeggen, dan zakt hij wel door dan, hoor, na een kilometer of drie. Dan leggen we er toch wat bij nog. En dan kunnen we een beetje een mooiere kopen misschien. Wat leuk is dat, zeg. Ja. Zit die man niet te luisteren dan? Nee, die ligt op bed. Oh. Want ja, in het Westland moeten ze morgen werken, hard, hoor. Want morgen moeten ze allemaal weer vroeg uit bed, 5 uur dus. Wat gaat hij dan doen om 5 uur morgenochtend? Nou, het gewas bespuiten met chemisch spul. Voor de luis en voor alle andere ongedierte. Oh. Dus dat moet al vroeg gebeuren, want als de zon doorkomt, dan gaat het niet meer. Dan verbrandt het. En welke gewassen zijn dat? Bloemen. Ja, disjockeys. Ja, meest bloemen eigenlijk. Ja. Erik zegt net disjockeys. Nou. Als dat zou kunnen, zou ik zeggen, nou... Dank je, Kees. Dan gaan we de goede kant op. Ja, hoor. En bloemen en wat nog meer? Nou, eigenlijk alleen bloemen. En, alleen bloemen? Ja, en wat in de winter wat sla. En welke bloemen zijn dat nou? Chrysanthemum, gypsophilia, ja, weet je wel, die kleine bloemetjes. Ja, die je altijd tussen de bosjes doorkrijgt. Ja. Ja, ja. Heel en, goed. En anjertjes. Van die kleine anjertjes? Ja. Trosanjetjes. Die trosanjetjes. Ja. Weet je dat je dan, dat vind ik voor de luisteraars leuk om te horen. Nee, niet. Weet je dan dat je altijd in die knopjes moet knijpen even, dat ze dan uitgaan? Nou, dat is nog nooit gehoord. Ja. Dan zit zo'n bos in een vaasje. Dan heb je van die kleine anjetjes. Ja. En dan zitten er allemaal van die knopjes in. Dan moet je in die knopjes even knijpen en dan gaan die ook allemaal uit. Anders vertikken ze het in alle tonen uit. Ja, maar ze moeten niet... allemaal uitkomen, want ja, dan gaat het ook weer niet goed met de handel. Nee, als ze allemaal uitkomen, gaat het niet goed. Daarom, hè? Nee. Ik bedoel, dan duurt het veel te lang. Er moet er een heleboel niet uitkomen, dan gaat het goed met de handel, dan koop je een nieuw bosje. Daardoor. Goed. Lisa, bedankt voor je medewerking. Je krijgt 400 gulden. Nou. Veel plezier ermee, de groet aan je man. Dank u wel. En u ook hartstikke bedankt dat ik mee mocht doen. En nog verder succes met het programma. Ja, dankjewel hoor. Okay. Wij gaan nog even door als je niet hebt. Ja, ik blijf luisteren hoor. Ja hoor. Dag, meneer Schotter. Dag, Lisa. Als je zo doorgaat, Kees, met alle kandidaten, houden we dus echt geen tijd meer over. Ja, maar je moet toch even praten met zo iemand. En wat is het niet interessant om dat te horen. Dat als waar. Iemand een man heeft die morgen gaat bespuiten om 5 uur. Ja, wie heeft dat? Mijn vrouw niet. Ik vind het alles best als hij met de radio aan heeft staan. Ja. Om 5 uur. Ja, maar dat heeft hij wel. Natuurlijk. Hij loopt met zo'n ding op je kop, net wat jij hem hebt. Maar goed. We beginnen weer met... Moeten we die stem nu laten horen? 100 gulden in kas. En welke stem op de band? Ja, dat vraag ik me ook af. Zullen we die nu even laten horen? Okay. Kunnen mensen even nadenken? Ja, iedereen is druk bezig om te proberen toch een voet tussen de deur te krijgen. Nou, dat is duidelijk. Dat is heel duidelijk. Goed, dan komen we over een kwartiertje... Nou, een minuut of tien. Ja, een minuut of tien. Komen we daarmee terug. Het is een klein beetje uitgelopen dit, maar dat maakt niet uit. Ja, maar dat geeft niet hoor. Het is gezellig in de studio. Wat denk je? Speciaal lachpubliek uitgenodigd vanavond. Ja hoor.